je hebt ook een plezier. Dank je wel. Ja. Ik wil adviseren, als u nog niks te drinken heeft, bestelt u dan maar even. Dat valt wezen mee. Ik heet u allen van harte welkom. Er zijn een hoop mensen die ik alleen maar op naam heb uitgenodigd, waarvan we de gezichten niet zo goed kennen. Maar het zijn allemaal mensen... Blijf hangen op het jaartal 2008. Kijk, ik ben alleen maar. Vandaar ook dat ik bijna mijn papiertje ga, want dan weet ik zeker dat ik dat tot een goed einde breng. In afspraak met de huidige voorzitter zal ik proberen om in vogelvlucht iets te vertellen over het ontstaan van de stichting Vrijwilligerswerk Week, die in 1973 vanuit Apeldoorn naar Vaassen verhuisde. Ze was in Apeldoorn al enig jaar betrokken geweest bij het werk van de Kruimelschaar, het huidige kamp Apeldoorn, en wilde het werk graag alles geregeld. En dat werd langzamerhand lastig gevonden. In 1982 kon de ruimte in het gebouw, nut tot algemeen, aan de Kosterstraat in Vaassen ons kantoor worden ingericht. In die periode werd via de notarisakte opgemaakt. De promotor was Kees van der Leij, de latere directeur van de ZWOE. In april 1986 is de Kruimelschaar verhuisd naar het Groene Kruisgebouw aan de Prins Hendrikweg. En we hadden graag naar de wieken gegaan, maar dat was toen niet mogelijk. Het was veel te duur. We kregen ook heel veel vragen. Het is een behogen jaar, een verhuizing. En dat betekende ook dat we het een en ander ter hand moesten nemen. Dat is ook de reden dat wij besloten hebben een receptie hier te houden. Want we zijn zo dankbaar voor deze mooie ruimte. En die leent zich ook voor een receptie. Daar nodigen we iedereen eens even uit. Omdat de overheid steeds meer terugtreedt bij het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving, verwachten we dat er in de toekomst nog steeds meer vraag op ons afkomt. We beginnen dat al een beetje te merken. We krijgen al veel vragen van Virio. Toen ik hier naartoe kwam, zag ik hier is dat portie, ik denk 35 jaar, is dat wel goed? Dat was goed, we is net verteld 40 jaar. Maar het bleek dat ik met 30-jarig jubileum ook aanwezig geweest was. En dat herinner ik me al niet meer, dus misschien dat een geheugentraining ook voor mij binnenkort wel een belangrijke steun in de rug kan zijn. Ik ben blij met de inleiding die Johan Bosman gehouden heeft over het ontstaan van de Kruimelschaar, dat iemand uit Apeldoorn hier het licht komt brengen en zegt, die vrijwilligers moeten aan het werk en we gaan dat georganiseerd doen. Kan één van Johan. Kruimel zijn. Eet maar eens brood, eet maar eens koek. Kruimelt altijd. En schaar moet je niet denken aan een knippen, maar aan een groep, een schare van mensen. En wij pakken dus de kruimels die de professionele organisaties op wat voor een manier dan ook en op wat voor een wijze ook naar laten liggen, die pakken wij op met een hele grote schaar met alle diversiteiten die daar aan onderhevig zijn. Snap je dan? Het is mij helemaal duidelijk geworden. Het is mij helemaal duidelijk geworden. Ja, een soort kruimeldief. Maar dan met mensen. Ja. Kruimeldief staat namelijk wel in het woordenboek. Goed. Dat even over geschiedenis. Wat in Nederland ontwikkeld is, dat is kennelijk te duur geworden. Je kunt ook zeggen, mensen hebben te weinig voor over en daarom is er geen geld voor. Dat is een andere uitleg. Maar in ieder geval, het betekent dat veel meer zorg en ondersteuning en hulp moet gebeuren door vrijwilligers. Dat heet dan de ontwikkeling van de participatiesamenleving. Nou ja, hier wordt al 40 jaar lang
op een fantastische manier geparticipeerd in Vaassen, maar ook elders in hulp en ondersteuning. Goedemorgen. Ah, wat hier. Goedemorgen. Hallo. Kan je? Ja, ik kan gelijk. Ja. Jullie hebben vandaag voorrang. Dankjewel. Ja. Hey Alicia, ik kan je hier horen, dat is niet de bedoeling. Kunnen wij al zo? Waar je doorheen rijdt in 3 uurtjes. Met een ander dialect elke 10 minuutjes. Kom uit het land waar op papier een plek voor iedereen is. En ecstasy, export nummer 1 is. Kom uit het land waar André Hazes over 100 jaar in elk café nog steeds de basis. Kom uit het land van Peter, Gert, Jan, Raymond en Junte, Frans, Bart en Ali, de gamer.